We staan bij Materials Handling. Dat is onze logistieke hal waar aanstaande zaterdag mensen tijdens de open dag een kijkje kunnen nemen. Wat is er nog meer te doen op die open dag? Er is van alles te doen. We hebben een klimwand voor kinderen. Er is een blusdemonstratie. Mensen die zich hebben ingeschreven kunnen een tour door onze verrijkingsfabriek volgen. En voor alle leeftijden kunnen ze op de trein over het hele terrein rijden. Waarom houden jullie die open dag? Nou, omdat wij het heel belangrijk vinden om te laten zien wat Urenco doet. Wat het belang is van wat wij doen voor Almelo en voor de wereld. Duurzame energie. En wij laten dat graag aan de mensen zien. Bij Urenco verrijken we uranium. Verrijkt uranium is brandstof voor kerncentrales. En daarnaast verrijken wij ook stabiele isotopen die onder andere voor de nucleaire geneeskunde gebruikt worden. Gaat het goed met het bedrijf? Ja, het gaat bijzonder goed met dit bedrijf. Sinds Urenco bestaat gaat het goed. We hebben langlopende orders. En ook de verandering in de geopolitieke situatie heeft ervoor gezorgd dat wij nieuwe contracten hebben afgesloten. En dat ook voor de komende jaren onze toekomst veilig is gesteld. U bedoelt de oorlog in Oekraïne? Ja, dat klopt. En ook de energietransitie is natuurlijk goed voor jullie. Absoluut, ja. Kernenergie is natuurlijk duurzame energie. Kerncentrales draaien altijd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zonnepanelen en wind. Ook al gaat het uiteindelijk om een mix, maar ja, kernenergie is een duurzame optie. En daarnaast wordt 96% van het afval wat uit een kerncentrale komt opnieuw hergebruikt in de keten. En dat kunnen jullie hier ook, hè? Om brandstof opnieuw te gebruiken. Dat klopt. Wij kunnen inderdaad dat opnieuw verrijken, zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Wat zit er in die cilinders? In deze cilinders zit verrijkt uranium. En één zo'n cilinder is genoeg om 500.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien. En hoe ziet dat verrijkt uranium eruit dan? Het is een vaste stof die vanuit hier nog naar een splijtstofstavenfabrikant gaat. Daar wordt het omgezet in splijtstofstaven en die worden in de kerncentrale gebruikt om energie op te wekken. En het verrijken doen jullie hier? Ja, dat doen wij hier in Almelo en bij onze andere vestigingen. Maar hoe werkt dat dan fysisch gezien met dat uranium erin? Uranium bestaat uit twee verschillende deeltjes en die deeltjes kun je van elkaar scheiden. Het ene deeltje is splijtbaar en het andere deeltje niet. Het lichtere deeltje gaat, als je een centrifuge heel snel draait, naar het midden van de kern en het zwaardere deeltje naar de buitenkant. En zo kunnen we het scheiden en dus verrijken. En het spul komt uit mijnen van over de hele wereld? Klopt, onder andere in Australië, Kazachstan, Namibië. Het is een natuurproduct. Aankomende zaterdag 10 juni nodigen wij iedereen van harte uit om tussen 11 en 4 hier bij Urenco een kijkje te komen nemen. Mogen ze dan ook in het treintje? Jazeker, iedereen mag in deze mooie trein stappen om een tour over het terrein te maken.